Ja, dames en heren, de derby tussen Meerkerk en Meiden is afgelopen. Ik moet ook zeggen, een zeer sportieve derby. Eerste helft onderhoudend. Tweede helft, ja, was het minder. Maar Meerkerk hoefde niet meer. En Meiden kon niet. Maar een dik verdiende 4-0 overwinning van Meerkerk. Dat is weer enkele jaren geleden, hè, trainer Gert-Jan Koekoek. Ik zou het je sterker vertellen. Ik kon de laatste keer dat wij gewonnen hadden, zou ik me niet meer kunnen herinneren. Dus, maar inderdaad, ja, precies zoals je het omschrijft, Meiden kon niet en Meerkerk hoefde de tweede helft niet meer. Dus ik ben blij hoe dat het voetbalfeest op deze manier op het veld in ieder geval is geëindigd. Dus inderdaad een hele sportieve wedstrijd, dus dat is mooi. Ja, ja, ik denk dat Meiden jullie aardig in de kaart speelde de eerste helft. Meiden kwam goed uit de startblok, moet ik eerlijk zeggen. De eerste kans was ook voor Meiden, maar ze gaven zoveel ruimte op de achterhoede weg. En daar profiteerden jullie goed van met die snelle jongens. Ja, daar hebben we het over gehad met elkaar. En een van onze wapens is wel de diepte achter de verdediging. En inderdaad, daar braken we een aantal keer mooi door. Ja, en dan weet je ook dat je grote kansen creëert. Ja, dat klopt. Ja, het was ook weer even nodig, want jullie hadden een heel goed begin gehad. En de laatste twee wedstrijden wat minder verloren. En een week niet gespeeld. Maar vandaag hebben jullie dat weer keurig teruggepakt. Ja, wat dat betreft is deze wedstrijd wel echt een boost en vond ik ook wel dat hij op het juiste moment kwam. Want we starten inderdaad niet goed na de winterstop. Twee wedstrijden verloren. Nou goed, dan mag je daarna thuis onder deze omstandigheden tegen Meiden voetballen. Ja, dat is wel prachtig dan, ja. Ja, en ik vond de eerste helft, moet ik eerlijk zeggen, vond ik ook echt boeiend wel. Ja, er werd wel veel omgeschakeld door beide ploegen. En wat ook opviel is dat de scheids eigenlijk echt fantastisch leiding heeft gegeven, maar wel veel heeft moeten fluiten. Dus het lag toch ook wel regelmatig stil. Maar klopt, de eerste helft was ja, zeker boeiend en misschien wel zelfs redelijk gelijk opgaand. Maar de scorebord zegt wat anders natuurlijk. Maar wat je ook net al benoemde, dat mag ik ook wel even benoemen, ik kan wel zeggen, fantastische scheidsrechter. Nee, absoluut. En we zeggen het vaak als het niet goed is, maar we moeten het ook zeker zeggen als het wel goed is. En ik vind dat die man echt een goede pot heeft gefloten, ja. En even nog terug, het grootste winstpunt vind ik vandaag eigenlijk wel een sportieve derby. En wat ik tot nog toe zie, ook sportief publiek. Ja, daarom. Het moest een voetbalfeest worden. En ik begrijp heel goed dat voor Meiden vandaag anders is, maar inderdaad, dat wij nu weer met elkaar mogen na die lange coronabreak. Ja, dan is het wel fijn als het allemaal zo sportief verloopt, zeker. Zeg, ga er lekker van genieten en ik wens je aan dinsdag alweer geloof ik. Dinsdag dilettant. Wens ik weer veel succes met jullie tand. Dat is goed, dankjewel Bas. Oké. Okay. Ja, trainer Jan van Veer, jullie begonnen goed aan de wedstrijd. Je had zelf de eerste kans. En toen liep je toch eigenlijk in het mes van Meerkerk. Dacht ik, door de snelle mensen en de ruimte die je achter de weg gaf. Ja, nee, dat klopt helemaal, Bas. Kijk, de 1-0 is natuurlijk een fout op het middenveld met Chiel, met Roel. Ruimtes. Volgens mij hebben ze gescoord uit de corner, aan de strafschop. En de tweede was een terugspelbal van Robin. Dus ja, we hebben het ze wel heel erg makkelijk gemaakt daarin. Bij 1-0 had ik nog wel het idee van, nou, we kunnen nog een goal maken. En dat was ook zo met Harm en met Robert. Maar over het algemeen, zelf de fouten gemaakt. Niet scherp. Einde verhaal eigenlijk. Ja, klopt. Ik zeg, jullie kwamen wel agressief uit de startblokken. Dat was niet slecht. Nee. Maar volgens mij scoorden ze nogmaals in de 4 minuten 1-0. En toen hadden wij toch wel even, nou. Maar goede kans van de Harm nogmaals. Alleen geen goal. En eigenlijk een lastige wedstrijd gewoon daarna. De rust ook een beetje mot natuurlijk. Van, wat gaan we doen de tweede helft? Nou, gelukkig werd het niet meer. Maar ja, het was natuurlijk lastig. Ja, klopt. Twee nederlagen achter elkaar met 4 doelpunten. Dat moet toch een klein beetje zorgen maken, of niet? Nou, ik maak me geen zorgen om voetbal, maar het zijn wel aandachtspunten. Laten we dat voorop stellen. Ja, we gaan van de week even om de tafel zitten en even kijken hoe we dat anders gaan doen. We krijgen gewoon te veel goals tegen de laatste twee wedstrijden. En we maken ook helemaal geen goal. Dus het is gewoon heel moeizaam. Ja. Allebei de kanten. Ja, tegen Perkau dacht je, nou, dat gaat goed, gelijk 4 doelpunten. Ja, dat klopt. Dat was ook een wedstrijd waarin ik het ommekeermoment had van, nou, dan gaan we lekker door. Vorige week was het wel lastig. En vandaag eigenlijk hetzelfde verhaal. Een beetje onmachtig voorin. Tweede helft nog wel geprobeerd met wat jongens in te brengen. Nou, die hebben wel de best gedaan, maar lastig.
Nee, al met al moet ik wel zeggen, het was een sportieve derby, vond ik tenminste. Gelukkig publiek ook zeer sportief vandaag, dat is ook wel een winstpunt. En ik vond ook een goede scheidsrechter. Ja, geen klaar over. Het enige wat ik zei nog tegen hem, dat ik hem dus ook niet penalty. Het was echt geen penalty, maar ik zeg, ik vergeef het je, want je hebt niet slecht gefloten, vriend. Want het was echt, het was de bal naar de hand en niet de hand naar de bal. 100%, het was tegen zijn lichaam aan. Maar nogmaals, prima. Die man heeft het niet gedaan, dus... Jan, ik wens je van de week succes met de besprekingen. Om de zaken een beetje bij elkaar te rapen. En op naar de volgende wedstrijd. Zo is het, Bas. Hartstikke bedankt. Goed weekend. En jij ook bedankt, hè. Dankjewel.